wat spannender. Ondanks zijn een bekerronde verder bent, sta je er eigenlijk wel een beetje met de kater gewoon. Ja, zeker. Misschien de beste wedstrijd van onze kant. En je verwacht er meer van. Helemaal richting de eerste competitiewedstrijd volgende week. Ja, en dan laten we niet veel zien vandaag, nee. Andere mensen zullen misschien zeggen van, ze hebben de kaart even op zak gehouden vandaag om niet te veel prijs te geven voor volgende week. Maar als ik jouw reacties op beluister, was dat niet de bedoeling? Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, kijk, iedereen bij ons kan spelen en iedereen krijgt ook de kans om te spelen. Kijk, en dinsdag hebben we weer een wedstrijd en dan gaan we echt richting de eerste competitiewedstrijd werken. Dus iedereen heeft vandaag ook weer kunnen spelen, maar iedereen in onze selectie die kan ook spelen. Dus die krijgt ook de kans en dan moet je het ook laten zien. Dus, en ook met de jongens waarmee we starten, ja, daar kan je gewoon bepaalde dingen van verwachten. En het is gewoon heel jammer dat het dan zo uitpakt. Kijk even naar het spelverloop. Ja, dat is eigenlijk helemaal in jullie voordeel natuurlijk. Snelle openingstreffer van Jesse de Haas. En dan denk je met het voetbal wat jullie kunnen spelen, van, dat er ruimtes gaan ontstaan en daarvan kunt profiteren. Niets van dat alles, hè? Nee, precies. Hollands veld zakt dan wat in. De ruimtes worden wat klein. Maar goed, in de eerste helft deden we dat, gewoon niet goed. We kwamen allemaal in de bal. Dus we speelden voornamelijk op onze eigen helft speelden wij de bal wat rond. Ja, en we kwamen niet naar voren toe. Kijk, en af en toe vallen de ballen er wel. En dan, of de ruimtes vallen wel aan de zijkant. En daar kregen wij die goal ook met Jesse. Maar het tempo lag gewoon veel te laag. De bezetting was niet goed op het veld. Ja, en dan kom je er niet doorheen. Nee, ik zei tegen Lennart Vos net ook, de keeper van ons veld. Ja, het was eigenlijk niet om aan te zien. Nou, dat zijn precies de juiste woorden. Ja. Het was niet om aan te gluren. Dus de wedstrijd duurde heel lang vanaf de kant. En je verwacht wat van deze groep en je weet dat het in de derde klasse, dat je dan favoriet bent, hè, kan. En dat ben je ook in principe als je elk jaar versterkt. Maar dat het gewoon lastig is, hè, dat zie je vandaag ook weer tegen een derde klasse. Ja, die hoeven eigenlijk alleen maar ons het zo ontzettend moeilijk te maken en wachten op dat ene kansje. Nou, en vandaag krijgen ze die ook. En je gaat met 1-1 het veld af. En dan is dat gewoon van onze kant veel te weinig. Dus wij zullen ook gewoon top moeten zijn om het verschil te maken. Toch nog even naar de tweede helft. Ik neem aan dat je in de rust erover gehad hebt met elkaar. En dat je eigenlijk dan verwacht dat er dan uit een ander vaatje wordt getapt. Hè? Nee, inderdaad. En iedereen was het er ook mee eens. En we gaan er ook voor. Maar ja, wij konden geen tempo in het spel krijgen. Omdat wij te statisch waren. Hè. Te weinig beweging, te weinig intentie om die bal te hebben. En dan weet ik het wel. Hè. Dan gaat het moeizaam en dan wil je juist misschien wat extra doen. Ja, en dan wordt het eigenlijk alleen nog maar trager. Balverlies eigenlijk, weet je wel. En dan loop je eigenlijk meer tegen jezelf te voetballen dan dat je tegen de tegenstander speelt. En dan kom je in de slotfase nog goed weg. Ja, zo is het. Zo is het. Ja, kijk, op een gegeven moment dan winnen wij onze eerste duels niet. De tweede ballen zijn voor Hollandse Veld. Zij rukken steeds meer op. Dus ja, weet je, de complimenten zijn eigenlijk voor Hollandse Veld. Aan de andere kant, ja, heel matig van ons. Afsluitend, spreekwoord hè. Slechte generalen, goede uitvoering. Zo is het. En daar gaan we ook. Daar hoop ik ook op, ja.